Op de schoolmeester. Hey, kijk. Nee, Willem kijk. Ik weet de uitslag al. Kevin! Ja, hij gaat niet voor niets achter mij staan. Serieus dit, man. Hey, we missen er nog eentje, hè? Niet? Mannen. Milon. Milon. Als speler, ja, 2008. Ja, Kevin. Gary. Ja, even hey, ik ben geen les gegeven. Kauw hem uit, jongens. Kauw hem uit. Mag ik dit jaar de speech doen van het seizoen 2008-2009? Grote eer natuurlijk. Dus eerst eventjes de dieptepunten en gevolgd door de hoogtepunten. De verschillende mensen die in aanmerking kwamen voor het winnen van deze, maar net niet geworden zijn. We hebben een top 3 en uiteindelijk een winnaar. Als climax werken we daar naartoe. Allereerst. Grootste deceptie van het jaar natuurlijk, de degradatie. Allemaal zwaar gevallen bij ons. Verder is het ook een bewogen jaar geweest, aangezien onze Geert natuurlijk weer is overleden bij Café Jos. Een aantal mensen zijn langs geweest. Rinus en Ria hebben veel ellende gehad. Huppie op het eind nog een zware blessure overgehouden. Het zijn allemaal vervelende zaken, toch ook een paar toppuntjes dit jaar. Waaronder natuurlijk Hans Trouwerij. Wat waren we zaterdag brak en wat waren we blij met dat ene puntje. Waren het er maar 3 geweest. Ja. Eén van die vele momenten waar het verschil gemaakt had kunnen worden en niet gebeurde. Memorabel daarbij was natuurlijk ook nog het kontje van Gerben natuurlijk. Ook natuurlijk groot hoogtepunt. Bijna hetzelfde. Het weekendje Aalten natuurlijk. Met traditioneel bowlen op een oud Aaltense baan. Houten ballen. Top georganiseerd weer bij de zussen van. Bukkie! Ja. Ook moeten we eigenlijk dit jaar de voorplantingsdrift van UniVV eren. Natuurlijk Chris, wederom een mooie droom op de wereld gezet. Basje die bijna van Klaver is. Bertje natuurlijk. Bertje junior. Junior. Natuurlijk Kevin. Bertje, Kevin heeft de meeste kansen gehad. Maar allemaal voor open doel gemist. Weekendje Brugge natuurlijk op de laatste nog. Wat ik zelf ook mooi vond is toen Huub geblesseerd wordt, die massale belangstelling. Iedereen kwam wel eventjes langs of informeren, ook van tegenstanders. Vond ik een heel mooi moment. De vele stapavonden bij Jos. En natuurlijk de UniVV klusmomentjes. Zeker, ik ben dit jaar natuurlijk veel aan het klussen geweest. Maar ook bij Wouter ben ik nog langs geweest. En Wout. En toch ook weer een mooi sfeertje. En iedereen is er met verhuizen en met al dat soort dingetjes. UniVV is wat dat betreft een echte club. Dan de mensen die wel punten hebben gekregen, maar toch niet gewonnen zijn. Ook hier zit je niet bij, Wil. Heb je camera uit, Emo TV noemen we dat. Binnen, inzoomen. Bruno van der Laar, helaas. Zo graag geworden. Punten gekregen. Je wordt geroemd om je goede goals. Zo rijstleider. Fantastische weekend. Natuurlijk blijven de Zoever shirts natuurlijk fantastisch. En ja, waar is het dan misgegaan? Natuurlijk die ene penalty op het eind. Maar volgens één UniVV'er zegt, omdat snoeihard tegen lat schieten dramatisch gezien mooier is dan een pisballetje door het midden, is Bruno toch mijn nummer 1. Hier moet je toch niet over hier. Nee, toch nummer 2. Snoeihard, Willem. Dan wel punten gekregen, maar ook dit jaar niet geworden. Nog wel vele kansen in het verschiet voor Kevin Schuurman. Oh. Hij wordt genoemd om zijn vernuftige vrije trap tegen Zetten, die hij eigenlijk niet had mogen nemen volgens sommigen. Er wordt gezegd, voor het voetballende gedeelte zit er nog meer potentie in jou. Maar
je wordt geroemd dat UNIVV door jou een beetje een echt voetbalteam geworden is. Scheten laten in iemands gezicht. Shampoo op de haren, wat ik niet matrassen omgooien, watervalletjes bieren, golfballen, mooie pyjama's. En even de groet aan Kevin's moeder. Kevin is de man van de toekomst en zal zeker nog een keer scoren tot speler van het jaar, wordt zelfs gezegd. Zijn speechkwaliteiten mogen nog verbeterd worden. Nou, korbal. En zeker nu die 20 opgeschoolde armen en uitgebeten Chinese naaisers kan aansturen, kan hij voor de komende kampioensreceptie zorgen voor prachtige handgemaakte UVV overhemden. Ja, zeker. Dus als je... En deze vond ik persoonlijk ook nog wel mooi. Kevin, net je kleine broertje. Soms vind je hem een beetje onnozel en infantiel. Soms ook juist weer heel schattig als hij met zijn nieuwe vriendje de hondenvlieger op het strand speelt. Maar ook wordt er gezegd, te weinig getraind om echt in de buurt te komen van de speler van het jaar. Maar wordt genomineerd voor een pluim. En veel progressie gemaakt ook in je eerste seizoen. Dus, maar er zit nog veel meer rek in. Dan ook Marijn. Onnavolgbaar in die 16. Moet ook oppassen dat hij daar niet te veel balverlies bij lijf. Maar ook voor door Joris al groots getipt als speler van het jaar 2009-2010. Ja. Ook Basje kreeg nog een puntje. En dan met name, wat als Willem hem erin geschoten had, was hij dan die laatste, had hij een winning gehad. Onze stille kracht heeft ons wederom veel punten opgeleverd. En helaas net niet genoeg, maar bedankt Bas voor je inzet dan voor iedereen. Dan Chris de Groot heeft punten. Hans heeft 1 punt en Chris de Groot gegeven. Ik wil het zo graag. Maar Christian, je hebt ook oprechte punten gekregen. Onvermoeibaar gaat tot het eind toe door. En dat bleek ook weer in dat weekendje Brugge waar je helemaal brak op de zaterdagochtend hangend over je fiets. Toch richting zee ging, daar eigenlijk neerstortte, maar hij toch niet liet kennen, toch dat potje strandvoetbal, juist, aan die vliegers weer ging hangen, en toch hij bleef maar doorgaan, dus dat is mooi. Ja, Bertje kreeg ook punten. Bertje junior heeft op het eind toch nog wat puntjes binnengeslepen. Ja. Tactisch gezien heel sterk gespeeld. Ja. Maar helaas heeft hij het net niet weten te redden. Ook Gary Beltman heeft punten gehaald. Ongelooflijk. Ook op het einde denken. Nee. Zelfs het volle aantal punten van Chris. Speler van het jaar voor mij. Die jongen die symbool staat voor alles wat misging. Hij bent het niet klaar. Mooi. Blonde linkspoot die keer op keer alles uit de kast haalt om de boel op te peppen. De motivator die zichzelf zo oppepte dat hij over het scheef ging. Het symbool voor de cohesie in die groep. Degraderen doe je nooit alleen. Kortom, de degradant van het jaar. Wat een mini-cupje. Ook Bruno zei nog, hij leefde het jaar meer dan ooit voor het voetbal. Bleef op vrijdagavond thuis op de bank. Zelfs een hele maand droog gestaan zonder alcohol. Aanjager in het veld met uitspraak als dit is mooi, we gaan er weer tegenaan. Alleen die rode kaarten zijn Bruno. Ja. Wat als?